hoe zuinig je ook kookt, je hebt altijd etensresten. En terwijl dat daar vroeger eigenlijk in het restafval verdween, belandt dat nu bij de kippen. Ja. En dan die dankbaarheid om iedere dag een vers eiken te hebben. Dus. Ik ben Wim Segers, productdesigner en zaakvoerder van Studio Segers. Delinit bestaat uit een aantal modules, onder andere een kippenhok, daar kan ook een konijnenhok van gemaakt worden, een plantenbak, een groentebak, een kleine berging, een compostbak en in de toekomst zijn we nog van plan om daar nog andere elementen aan vast te koppelen. Het idee is in feite dat je het kleinvee kunt houden, dat je groenten, kruiden kunt telen, tot de afval van de keuken opnieuw gerecupereerd wordt via die kippen. En langs de andere kant het afval van de groenten en de kruiden, tot het opnieuw gecomposteerd wordt naar de grond, waardoor je eigenlijk een kringloopsysteem krijgt op kleine schaal, vooral gericht dan naar urban farming en toepassingen in dichtbevolkte gebieden. We hadden dat op Designboom gepost en die pakte dat onmiddellijk op die blogsite. Ja, we kregen op een week tijd 18.000 reacties of zoiets. Dat was gigantisch. Van over heel de wereld. Delinit is op dit moment eigenlijk een Belgisch ontwerp, Belgische productie, Belgische distributie en Belgische bekroning met de Rooi van der Velden.